Wat word jij toch al een grote jongen. Ik ben een knul van 4 en ik maak graag plezier. Steeds erop uit, ik heet Kajoe. Ik ga graag aan de slag, zo leer ik elke dag. Kom met me mee, ik heet Kajoe. Elke dag is anders. Iedere keer met mama en papa ontdek ik steeds meer. Groter groeien valt best mee, soms wel wat zwaar, oké. Kajoe was vrolijk aan het schilderen. En toen? Een tussendoortje. Emma? En heeft iemand misschien de rode stift gevonden? Ik heb hem dus nodig voor mijn nieuwe tekening. Heb ik die voor gemaakt? Het is nog geen tijd voor je tussendoortje. Maak eerst je schilderij even af. Maar Emma eet nu toch ook iets? Ja, maar Emma mag af en toe een extra tussendoortje. Mag zij dat? Kajoe vond het niet eerlijk dat Emma mocht eten, terwijl hij het niet mocht. Ik heb suikerziekte. Wat is dat? Dat is een goede vraag, Kajoe. Zal ik het anders even aan de hele klas uitleggen? Oh, ja, dat is ook beter. Willen jullie allemaal even komen zitten? De ouders van Emma hebben gevraagd om iets met jullie te delen. Emma is erachter gekomen dat ze type 1 diabetes heeft. Dat wordt ook wel suikerziekte genoemd. Het is een ziekte die sommige mensen kunnen krijgen. Een ziekte? Oh nee! Je hoeft je geen zorgen te maken dat je ook ziek wordt door Emma. Het is niet besmettelijk, zoals bijvoorbeeld een griepje. Wat is suikerziekte? Nou, iedereen heeft suiker in zijn bloed. Maar soms heeft Emma niet de juiste hoeveelheid suiker in haar bloed. Dus meet Emma die hoeveelheid met dit apparaat. Ze neemt medicijnen en soms neemt ze een extra snackje. Zodat ik niet duizelig word of te moe. Heel goed. Hebben jullie nog vragen? Mogen wij ook extra snacks? Ik vrees van niet, Jay. Maar straks mogen we allemaal een snack eten. Ga nu maar weer verder waar jullie mee bezig waren. Ja! Juf Martin had het duidelijk uitgelegd. Maar Kajoe voelde zich toch niet helemaal lekker. Hij maakte zich zorgen om zijn vriendin Emma. Oh, Emma, je bent je trui vergeten. Maar ik wil mijn trui niet. Nee, maar straks vat je nog kou. Ja, hey, kom op naar buiten. Ja. Doe hem maar aan, voor de zekerheid. Oké, dank je. Vroom, ruimte kapitein en co-piloot, klaar om te landen? Klaar, kapitein. Daar is planeet Mars. Kom mee. Yeah. Hey, waar ga je naartoe? Het is die kant op. Ben je duizelig, Emma? Misschien moet je daar afkomen. Het gaat prima. Ik doe net alsof de glijbaan een grote berg is. Oh, nou, ik kan je hand vasthouden als je eraf gaat. Nee, dank je. Het lukt me alleen ook wel. Die avond maakte Kajoe zich nog steeds zorgen om zijn vriendin. Mama, wist je dat Emma ziek is? Nee, dat wist ik niet. Maar ze voelt zich vast snel weer beter. Waarom maak je geen beterschapskaart voor haar? Goed idee! Hoi Emma, zal ik je tas voor je dragen? Nee, dat hoeft niet, Kajoe. Maar je moet geen zware dingen dragen. Laat mij maar. Dank je. Die mag de mijne ook wel dragen. En die van mij ook. Hé, hey, bedankt, Kajoe. Hier, Emma. Deze is voor jou. Maar ik ben nog niet jarig. Dat weet ik wel. Het is een kaart zodat je je weer beter voelt. Dank je, maar ik voel me prima. Oh,
was mooi. Caillou was erg tevreden. Omdat Emma zich weer goed voelde, dacht hij dat ze weer beter was. Nou, arm omhoog. Hoog in de lucht. Op jullie tenen. Goed zo. Emma, het is tijd voor je snack. Caillou was in de war. Emma zei dat ze zich prima voelde. Dus waarom had ze dan nog extra snacks nodig? Oké, jongens. Ga weer omlaag, lager en tik je tenen aan. Emma is vast en zeker nog ziek. Het was lunchtijd en Caillou maakte zich weer eens een beetje zorgen om Emma. Wil je wat van mijn kippensoep? Nee, dank je. Ik heb mijn eigen lunch. Caillou was teleurgesteld. Door kippensoep voelde hij zich altijd snel weer beter. Oké, jongens. Niet vergeten. Na de lunch gaan we lekker naar buiten om te gimmen. Oké, jongens. Klaar om hard te lopen? Caillou wilde niet hardlopen tegen Emma nu ze zich niet goed voelde. Dit win ik zeker. En dan voelt Emma zich nog slechter. Je moet maar heel rustig lopen. Caillou besloot overdreven traag te rennen. Totdat hij Emma zag sprinten over het gras. Emma, wacht even! Goed zo, allebei gewonnen. Je gedraagt je niet echt ziek. Ziek? Ik ben niet ziek. Maar je hebt toch type 1 dinges? Type 1 diabetes. Dat is anders dan griep of verkoudheid, Caillou. Het is gewoon iets waar ik mee moet leven. Elke dag? Elke dag. Zie je deze pomp? Die geeft me medicijnen zodat ik me goed voel. Ik controleer mijn bloedsuikerspiegel heel vaak. En door de snacks voel ik me niet duizelig. Toen Emma vertelde over alle dingen die ze moest doen om goed voor zichzelf te zorgen, maakte Caillou zich ineens veel minder druk. Voel je nu duizelig, Emma? Nee. Nog maar een wedstrijdje dan. Oké. Caillou was blij dat Emma nog steeds leuke dingen kon doen. Ze had dan wel een ziekte, maar ze kon gewoon een leuk, energiek leven leiden. Gevonden voorwerpen. Caillou had een hele drukke ochtend. Mama had veel dingen in de planning vandaag. En Caillou en Rosie hielpen haar. Nadat ze de boodschappen hadden opgeborgen, deden ze de was. Oeps! Helemaal klaar. En nog bedankt voor je hulp, Caillou. Wat moet je nog meer doen, mama? Het volgende op mijn lijstje is door de tuinsproeier rennen. Ja! Lunchtijd. Waar is mijn andere sok? Mama, ik ben mijn andere sok kwijt. Ik heb overal gezocht. Oh, die zoeken we na de lunch wel. Oh, waar is mijn ovenwand toch? Hij moet hier toch ergens liggen. Jongens, komen jullie handen wassen?
eens op. Volgens mij heeft iemand een melksnor. Puppy? Waar is mijn puppy? Hij lag net nog naast je stoel, toch, lieverd? Waar is hij nou? Alles verdwijnt zomaar ineens. Mijn sok, jouw overwand, Rosie's puppy. Je hebt gelijk, Caillou. Het is heel erg vreemd. Hé, hey, ik hoor de puppy van Rosie. Puppy? Shh, Rosie, luister. Onder de bank. Is je knuffelpuppy alleen op avontuur? Nee. Gilbert had hem. En jouw overwand. En mijn sok. Puppy. Oh, dus jij had al onze dingen meegenomen. Met die grijpgrage klauwtjes van je. Hij houdt echt van krabben, hè? Nee, Gilbert, foei. Oké, wie gaat er mee naar de speeltuin? Ik! Eerst gaan we maar eens even schone sokken voor jou pakken, Caillou. Kom mee, mama. Maar ik kan mijn sleutels nergens vinden. Gilbert, heb jij mijn sleutels? Iets zegt me van wel. Nee, niet onder de bank. Waar heb je ze gelaten? Ik denk niet dat Gilbert de sleutels heeft, mama. Oh, nee? Hij had de sok en de overwand en de knuffelpuppy, omdat ze alle drie zacht zijn. En hij er lekker in kan krabben met zijn nagels. Jouw sleutels zijn niet zacht. Dat is heel erg slim van je, Caillou. Misschien heb je wel gelijk. Maar waar zijn mijn sleutels dan? Weet je hoe ik verloren dingen opzoek? Je moet teruglopen en dan overal zoeken waar je geweest bent. Dat klinkt als een goed plan. Kan jij het me voordoen? Het laatste wat we deden was middageten. Volg mij! Oh, je gaat achteruit. Nu gaan we zoeken. Hier niks. Nee, maar waar waren we voor de lunch? Buiten! Kom mee! Liggen mijn sleutels daar, Rosie? Nee! Ze liggen niet buiten. Waar gaan we nu heen, Caillou? Hiervoor waren we volgens mij in de bijkeuken. En haalden we de kleren uit de wasmachine. Oh ja, inderdaad! Achter mij aan! Geen sleutels! Nee, niet hier! Hiervoor waren we in de keuken, boodschappen aan het opruimen. Maar daar hebben we al gezocht. En daarvoor brachten we de boodschappen naar binnen. Hier liggen ze dus ook niet. Ik weet dat ik ze had toen we binnenkwamen, want ik heb er de deur mee opengemaakt. Ik denk nog steeds dat Gilbert ze heeft. Oh, Gilbert! Oh, Gilbert! Ik weet dat jij het niet was. Caillou dacht even goed na en besloot toen op de laatste plek te gaan kijken waar mama haar sleutels nog had gehad. Mama, mama, ik heb ze! Ik heb ze! Ik heb ze in de deur laten zitten. Oh, dat was niet zo handig van me. Ah, Gilbert. Jij had mijn sleutels dus toch niet. Oh, het spijt me. Mama, zullen we Gilbert mijn oude sok geven, zodat hij er lekker in kan krabben? Hij vindt dat echt ontzettend leuk. Dat vind ik best een goed idee. Graag gedaan. Speeltuin gaan? Ja. Zo, nu kunnen we gaan. Caillou had goed geholpen en de sleutels van mama gevonden. En het was niet Gilbert zijn schuld. Deze keer niet.
de mini-marathon van Caillou. Caillou en Rosie hadden een vrolijke bui. Het was leuk om zomaar te springen voor de lol en om samen gek te doen. Auw. Lang leven Gilbert! Lang leven Gilbert! Auw. Joepie! Joepie. Phew. Oh. Joepie! Daar heb je papa! Joepie! Papa! Waar was je papa? Je hebt al onze joepies gemist. Sorry jongens. Maar ik was even aan het rennen. Ik ben aan het trainen voor een marathon. Joepie, een marathon! Een marathon! Joepie! Wat is een marathon? Een marathon is een hele lange hardloopwedstrijd. Een wedstrijd? Oeh, ik hou van wedstrijdjes. Ik wil ook meedoen met de marathon. Ja, het spijt me, Caillou. Maar marathons zijn voor volwassenen. De hardlopers moeten heel erg lang rennen. En heel erg ver. Dat kan ik heus wel. Dat is denk ik niet een heel goed idee, Caillou. Alsjeblieft, papa. Mag ik met je meerennen? Toe? Nou, ik zou vandaag best nog een rondje door de wijk kunnen rennen. Joepie! Joepie! Nog niet. Het is belangrijk om eerst goed te stretchen. We zijn pas net begonnen. Dat ziet er makkelijk uit. Sorry, lieverd. Ik had je niet gezien. Kunnen we dan nu wel gaan? Ja. Nu kunnen we gaan. Ik ben van plan om heel ver te rennen, papa. Caillou dacht dat wanneer hij papa zou laten zien hoe ver hij kon rennen, dat papa hem ook mee zou laten doen aan de marathon. Caillou is een heel goed klein hardlopertje, vindt u ook niet, mevrouw Howard? Hallo, sterker nog, ik ben een grote hardloper. Goed zo. Caillou vroeg zich af waar de brievenbus vandaan kwam. Het leek wel alsof hij zomaar uit het niets verscheen. Je moet goed opletten waar je loopt, Caillou. Oh, sorry, ik had u niet gezien. Ik moet ook goed opletten waar ik loop. Tot ziens. Caillou begon best moe te worden. Maar hij wilde niet stoppen met rennen. Oh. Hij wilde bewijzen dat hij wel aan een marathon mee kon doen. Ziet hij niet dat ik aan het rennen ben? Caillou's benen begonnen nu wel heel moe te worden. Hij vroeg zich af hoe lang hij nog door zou kunnen rennen. Is alles oké, Caillou? Het gaat wel. Maar hoe moet ik meedoen aan een hele marathon als ik niet eens een rondje door de wijk kan rennen? Je moet ook heel veel trainen voordat je mee kan doen aan een marathon, Caillou. Dus als ik genoeg oefen, kan ik meedoen aan een marathon? Ja, misschien wel, ja. Hoe meer je traint, hoe verder je kunt rennen. Maar nu is het genoeg. Kom, laten we naar huis lopen en wat gaan eten, oké? Van hardlopen word je behoorlijk moe, vind je niet? Ja, maar nu heb je vast weer veel energie. Ja, ik ben klaar om weer te gaan hardlopen. Alweer? Aha, dan kan ik je laten zien dat ik dit keer nog veel verder kan rennen. Oké, Caillou. Caillou en papa gingen opnieuw een stuk hardlopen. Maar Caillou was een beetje teleurgesteld. Hij kon nog steeds niet erg lang doorrennen.
Zo kan ik echt nooit meedoen aan een marathon. Ah, zo moet je niet denken, Caillou. Je hebt het hartstikke goed gedaan. Je bent verder gekomen. Ja, maar nog niet ver genoeg. Ik wil net zo ver kunnen rennen als jij, papa. Maar Caillou, ik kan veel verder rennen omdat ik volwassen ben. Mijn spieren zijn groter en ik ben al heel lang aan het trainen. Ik weet het. Het leek me gewoon ontzettend leuk. Weet je wat ook heel leuk is? Wat? Wie het laatste thuis is, is een slome slak. Ja. En, sta je klaar, Rosie? Rosie, klaar. Goed gevangen. Rosie ook rennen? Is goed, Rosie. Weet je wat we doen? We rennen naar mevrouw Howard's huis en terug. Oké, dat moet lukken. Kom mee, Rosie. Niet zo snel, Caillou. Even wachten op je zusje. Caillou was vergeten dat Rosie niet zo snel kon rennen. En ook niet erg ver, trouwens. Hé, Rosie rent langzamer dan ik. En ik ren langzamer dan jij. Ja, dat klopt. Iedereen rent op zijn of haar eigen niveau. Weet je, ik wil nu nog niet meedoen aan een marathon, papa. Oh, nee? Nee, ik wacht wel tot ik wat groter ben. Jammer dat er geen eentje is voor kinderen. Weet je, ik denk dat we dat wel kunnen regelen. Wat dacht je van een mini-marathon in de achtertuin? Een mini-marathon? Leuk! Goed zo, Caillou. Kom op, Rosie. Ja, het is gelukt, Rosie. We hebben hem afgemaakt. Joepie, een marathon! Joepie! Een marathon, marathon! De mini-marathon was precies lang genoeg. En Caillou en Rosie waren heel blij dat ze hem hadden afgemaakt. Joepie! Een behouden vaart! Caillou was erg opgewonden omdat hij met papa en opa mee ging varen op een echte zeilboot. Misschien zien we wel walvissen in het water. Of zeemonsters. Het is allemaal mogelijk. Joepie, zeilen! Even wachten, Caillou. Ik ben blij dat je het zo spannend vindt. Maar voordat we verder gaan, moeten we eerst onze reddingsvesten aandoen. Maar we zitten nog niet eens in de boot. Veiligheid voor alles. Nu kunnen we gaan zeilen. Nog heel even wachten, Caillou. Op een boot krijgt iedereen een taak toegewezen. Vandaag ben ik niet alleen je opa, maar ook de kapitein. Dus ik heb de leiding. En papa is niet alleen papa, maar ook mijn speciale helper. Dus hij is de eerste stuurman. En wat ben ik? Jij bent de uitkijk. Dat vond Caillou niet zo leuk. De uitkijk klonk veel minder belangrijk dan de kapitein of de eerste stuurman. Maar ik wil de kapitein zijn. Sorry, Caillou, maar opa heeft veel vaker gezeild dan wij. Daarom mag hij de kapitein zijn. Nou, help eens een handje. Moet je die frisse lucht nog eens ruiken. Eis te zeilen. Ai, ai, kapitein. Caillou, kom je helpen met het zeil? Ai, ai, papa. Ik bedoel stuurman. Goed gedaan, matroos. Goed, ga maar op de uitkijkstoel zitten. Caillou wilde papa en opa best helpen met het hijsen van de zeilen. Maar ineens kreeg hij een beter idee. Ahoy, maatje.
mannetjes. Nu ben ik de kapitein en ik wil dat jullie die kant op varen. Alleen een pet maakt je nog geen kapitein, Caillou. Je moet ook heel erg veel ervaring hebben. Maar het is niet eerlijk. Tja, dan wil je vast ook niet helpen met het besturen van de boot. Dat wil ik wel. Goed zo, hou hem recht. Ziet u nou wel, opa? Ik kan best kapitein zijn. Later, als jij weet hoe je moet zeilen, mag jij kapitein zijn. Maar eerst moet je leren om een goede uitkijk te zijn. Caillou keek toe hoe eerst de stuurman papa de zeilen draaide. En dat bracht hem op een nieuw idee. Papa, ik weet iets wat bijna net zo leuk is als kapitein zijn. Oh ja? Wat dan, Caillou? Eerst de stuurman. We kunnen van baan ruilen. Sorry, Caillou. Eerste stuurman is een baan voor volwassenen. Daar heb je ervaring voor nodig. Je mag mijn schelp hebben. En mijn geluksteen. En mijn toetjes van de hele week. Caillou, de uitkijk is een veel te belangrijke baan om zomaar in te ruilen. De uitkijk voelt niet als een belangrijke baan. Oh nee. Dat komt vast omdat je je speciale opdrachten nog niet hebt gekregen. Jij moet ons helpen om de weg te vinden naar de schattenbaai. Oh, schattenbaai? Inderdaad. Onze uitkijk moet al deze plekken zien te vinden. Met deze verrekijker. Zeg, wist jij dat mijn opa deze aan mij heeft gegeven toen ik zo oud was als jij? Dacht je dat ik een zeemonster was? Ja, nee, gewoon een papa uit de zee. Oké, het eerste wat je moet vinden is een boei. Dat is een soort wegwijzer die op het water drijft. Oké. Caillou baalde een beetje. Hij keek en keek heel erg lang naar het meer. Maar hij zag alleen maar water en golven. Oh, wat is dit saai zeg. Papa, opa, ik heb de boei gevonden. Goed gedaan. Nu moet je op zoek naar dit kleine eiland met een rots en een boom erop. Ai, ai, stuurman papa. Kijk, kijk, daar is het eiland. Ik heb het gevonden. Daar gaan we dan. Verander van koers, eerste stuurman. Ai, ai, kapitein. Caillou begon zijn baan als uitkijk best leuk te vinden. Nu moest hij alleen nog de baai met de haven vinden. En zie je al iets, Caillou? Nog niet, kapitein. Dat is vreemd. We zouden hem nu toch al gevonden moeten hebben. Ik kijk wel even. Nee, Europa. Ik ben de uitkijk. En de uitkijk gebruikt de verrekijker. Daar heb je gelijk in. Ai, ai, Caillou. Ik heb het gevonden. Daar is de haven. Goed gezien, jongen. Eerste stuurman, bereid je voor om aan te meren in de schattenbaai. Ai, ai, kapitein. Goed gedaan, uitkijk, Caillou. Zonder jouw hulp hadden we de schattenbaai gemist. Dank je wel. Is het echt waar dat hier een schat ligt? Zeker weten. Onze picknickmand. Hij is gevuld door eerste stuurman papa. Dus er zit vast veel lekkers in. Hé, hey, wat is dat? Dat is het logboek van ons schip. Kijk, dit ben ik, toen ik de uitkijk was. En dat is je papa, toen hij de uitkijk was. En nu komt er ook een foto van jou in het logboek, Caillou. Je bedoelt uitkijk, Caillou. Caillou was nu trots dat hij de uitkijk was. Hij had geleerd dat iedere baan belangrijk was. Ben ik al groot? Het was vroeg in de ochtend. En Caillou en Gilbert waren allebei vrolijk aan het dromen. Totdat... Wakker worden, Caillou! Wakker worden! Maar Caillou was nog niet klaar met dromen. Kikkeboe! Wat is er, Rosie? Kijk, Rosie gegroeid. Wauw, Rosie. Je bent door je pyjama heen gegroeid. Ik ben vast ook gegroeid. Kom mee, Rosie. Laten we het aan papa en mama vertellen.
volgende zin. Stil, Rosie. Geen geluid maken. Rosie vond het grappig om papa en mama te zien slapen. Maar Caillou wist niet zeker of hij ze wakker moest maken. Gilbert, sst. Oh, Gilbert! Oh, goedemorgen, mijn vroege vogeltjes. Hoe is je gegroeid? Gilbert, hou daarmee op. Ga weg. Volgens mij ben ik ook gegroeid. Kunnen we gaan kijken, mama? Ah. Dat is goed. Maar dan laten we papa nog eventjes slapen, oké? Gilbert daarentegen was helemaal niet van plan om papa nog eventjes te laten slapen. Oké, Rosie, jij eerst. Goed stilstaan. Wauw, Rosie, je bent echt gegroeid. Je hebt een groeispurt gehad. Dat betekent dat je heel snel gegroeid bent. Mijn beurt, mama. Caillou hoopte dat hij net zoveel was gegroeid als Rosie. De potloodstreep staat op dezelfde plek. Dus ben ik helemaal niks gegroeid? Caillou was heel erg teleurgesteld. Hij was niet eens een klein beetje gegroeid. En hij was bang dat Rosie groter zou worden dan hij was. Oh, maak je maar geen zorgen. Jij krijgt ook nog wel een groeispurt. Wacht maar af. Papa, hoe krijg ik een groeispurt, net zoals Rosie? Ik wil groter worden. Een groeispurt, hm? Nou, het helpt als je genoeg slaapt en heel veel beweegt. En je moet heel goed eten. Ik heb gisteren ontzettend veel bewogen in het park. Maar ik ben niet gegroeid en Rosie wel. En hoe moet je goed eten dan? Door veel gezonde dingen te eten, zoals groenten en fruit. En ook heel veel melk drinken voor sterke botten. Caillou wilde heel graag groter worden. Dus volgde hij het advies van papa op. Oké, dat is wel genoeg voor vandaag. Nog meer melk en je verdrinkt erin. Wat ben je aan het doen, Caillou? Ik ben extra aan het bewegen. Als ik mijn armen en benen strek, word ik vast groter. Ja, vind je het goed als je verder beweegt in de gang en je schoenen aantrekt? We gaan naar de supermarkt toe. Attentie, er moet iets worden opgedweld in gangpad 2. Hé, hallo jongens. Dat is lang geleden. Hoe is je gegroeid? Ja, inderdaad. Je wordt al een grote meid. Caillou hoopte dat Ted zou zeggen dat hij ook was gegroeid. Hi Caillou, wat leuk om je weer te zien. Is het leuk op de peuterschool? Caillou was een beetje teleurgesteld. Ted had niet gezegd dat hij een grote jongen was. Goed, succes met winkelen. Daar gaan we. Oh zeg, je begint echt een grote meid te worden. Mag ik de wagen duwen, mama? Ik weet het niet, hoor. Ik denk dat de wagen een beetje te groot voor je is, Caillou. Alsjeblieft. Goed dan, maar doe wel voorzichtig. Caillou wilde iedereen laten zien dat hij een grote jongen was. Sinaasappels. Oh nee! Het spijt me, Ted. Het geeft niet, Caillou. Het is jouw schuld niet. Die stellingen zijn niet bedoeld voor kleine jongens zoals jij. Nee, Rosie. Ik wil het opbergen. Rosie wil het ook. Nee. Ik denk dat jij een beetje moe bent. Tijd voor een dutje. Rosie slapen. Als je groot worden. Dit bracht Caillou ineens op een idee. Misschien werd hij wel groter als hij heel veel zou slapen. Te gek! Oh, het is veel te licht. Het is niet eerlijk, Gilbert. Jij kan altijd slapen. Dat was André die aanbelde. Caillou was vergeten dat hij en zijn vriendje naar het park toe zouden gaan. André,
jij zo groot bent? Geen idee. Mama zegt dat het door de pindakaas komt. Soms is het niet leuk om groot te zijn. Echt niet? Nee. Ik ben soms te groot om de dingen te doen die ik wil doen. En mijn broeken zijn altijd te kort. Kom mee, laten we op de olifant gaan rijden. Oh, ik eerst. Hé, hoe kan dat nou? Ik pas er ineens niet meer op. Ga jij maar. Caillou paste gelukkig wel op de olifant. Ik ga naar het klimrek toe. Maar hij vond het leuker om met André te spelen. Ik kom er zo aan. Hier ben ik ook al te groot voor. Ik niet, maar zullen we anders naar de glijbaan toe gaan? Ja! Hebben jullie het naar je zin? Ja, maar André is te groot voor veel dingen. Misschien blijf ik toch maar klein. Is het goed als ik nog heel even wacht met verder groeien? Jammer genoeg is dat niet iets wat je zelf kan bepalen. Maar voor mij ben je perfect zoals je nu bent. Bedankt, papa. André, ik kom eraan! Caillou besloot dat het niet erg was om klein te zijn. Hij kon later altijd nog groter worden. Clementine de naaapster. Oké, jongens, het is tijd voor de muziekcirkel. De muziekcirkel was een lievelingsactiviteit van Caillou. En Clementine was een lievelingsvriendinnetje van Caillou. Clementine, ik heb een plek voor je bewaard. Bedankt, Caillou. Vandaag hebben we een speciale muziekcirkel. We gaan onze eigen instrumenten maken. Met spullen die mensen normaal in de recyclebak gooien. Oh, te gaan! Oké! Ziet er goed uit, Jeffrey. Oepsie. Oh, te gek. Clementine, kijk mijn trommel eens. Goed idee. Een trommel? Maar die had ik al gemaakt. Kijk, mijn trommel heeft drumstokjes. Wat een mooie trommel, Caillou. En wat heb jij uitgevonden, Clementine? Ik heb ook een trommel, maar kijk eens wat ik kan doen. Fantastisch. Clementine, jij mag de maat aangeven. Daarna komt de rest er één voor één bij. Caillou wilde juffrouw Martin vertellen dat hij als eerste mocht, omdat op de trommel spelen zijn idee was. Maar het was al te laat. Leo? Goed zo, nu Jeffrey en Jason. En Xavier. En Caillou. Wat hebben jullie mooi gespeeld, jongens. Dank je wel, Clementine, voor het aangeven van de maat. Het is niet eerlijk. Clementine heeft me gewoon nageaapt. De volgende dag was Caillou alweer vergeten dat Clementine zijn trommel had nagemaakt. Ik ga een weg bouwen op mijn berg. Hé, dan wordt dit mijn bulldozer. Wat een goed idee. Brom, brom, brom. Brom, 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 brom. Kijk, een garage. Wauw, wat een gave weg. Mag ik er met een auto op rijden, Clementine? Tuurlijk. Je mag ook op mijn weg rijden, Leo. Bedankt. Later misschien. Bij deze weg zit een garage. Caillou was een beetje teleurgesteld. Een weg bouwen was zijn idee en niet dat van Clementine. Ze had hem gewoon nageaapt. Caillou had zich best wel verheugd op het middageten.
Vandaag mocht iedereen iets te eten meebrengen van thuis. Het spijt me. Hier is geen plek, Clementine. Aan deze kant is wel plek. Ik heb wortels meegebracht. Wat heb jij, Caillou? Hoezo? Wil je mijn eten soms ook naapen? S'avonds was Caillou nog steeds een beetje boos op Clementine. Wat is er aan de hand, Caillou? Clementine is een naaapster. En dat vind ik niet leuk. Een naaapster? Maar wat heeft Clementine dan gedaan? Ze maakte mijn trommel na en daarna maakte ze mijn weg in het zand na. Oh, ik snap het al. Tja, dat heeft ze vast niet gedaan om je boos te maken. Clementine is je vriendinnetje. Toch, Caillou? Ja, dat is wel zo. Vandaag gaan we met z'n allen hele mooie vogels maken. Je kunt je vogel versieren op een manier die je zelf leuk vindt. Mag ik hier zitten, Caillou? Oké. Zolang je me maar niet naaapt. Jullie zijn goed bezig, jongens. Jeffrey, je moet die ogen op je vogel plakken, niet op jezelf. Caillou was erg trots op zijn vogel. Hij wilde hem heel graag laten zien. Caillou, je vogel is echt prachtig. Die staart is gaaf. Ik ga het ook zo doen. Maar Clementine, je bent me aan het naapen. Wauw, dat zijn wel heel veel rode veren, Jeffrey. Zullen we er ook een paar op je vogel doen? Moet je eens kijken. Wat een prachtige vleugels en staartveren. Clementine, jij mag de klas als eerste over je vogel vertellen. Caillou vond het niet eerlijk dat Clementine als eerste over haar vogel mocht vertellen. Hij heeft heel erg veel kleuren. En hoe kwam je erop om al die veren te gebruiken? Het was een idee van Caillou. Hij is goed in dingen. Hij maakt de mooiste trommels en weet hoe je wegen moet bouwen. En dankzij zijn vogel wilde ik de mijne nog mooier maken. Caillou was heel erg trots. Clementine aapte hem alleen maar na omdat ze zijn ideeën zo goed vond. Wat goed van je, Caillou. Ik vind het heel lief van je dat je je ideeën zo wilt delen met anderen. Dank u. En bedankt, Clementine. Achoo! Oh. Oh. Jeffrey wil ook graag dingen met anderen delen. Vanaf die dag vond Caillou het niet meer erg wanneer Clementine hem naaapte. Hij was erg trots op zichzelf, omdat hij nu wist dat ze zijn ideeën goed vond. De poster van Caillou. Wat hebben we nog nodig, mama? We hebben ook nog persiken nodig, Caillou. Caillou vond het leuk om mama te helpen in de supermarkt. Hier zijn de persiken. En nog wat appels. Hoorde ik iemand appels zeggen? Kijk eens hier. Ik heb vandaag net een lading appels binnengekregen. Ze zijn allemaal vers geplukt. Ik ben gek op appels. Ik ook. En weet je waarom verse appels zo goed zijn? Omdat ze heel erg lekker smaken in een appeltaart. Ik wilde zeggen omdat je er appelmoes van kan maken. Maar jouw antwoord is ook goed. En wat staat er verder op de lijst? Wow, wat een mooie tekeningen. Heeft mama die getekend? Nee, dat heb ik gedaan. Caillou liet Ted een paar van zijn tekeningen zien. Van auto's en raketten. En ook een tekening van Gilbert. Zou jij een poster willen maken die ik op het raam kan plakken? Ja! Een poster
iets om de herfst mee te vieren. Je weet wel, bomen en blaadjes en zo. Als beloning wil ik je best een grote zak appels geven. Echt waar? Uh-huh. En misschien wordt er dan zelfs wel een foto van je in het dorpskrantje geplaatst. Oké, jongens. Tijd voor tekenles. Wat ben je aan het doen, Caillou? Ted van de supermarkt wil dat ik een poster voor in het raam teken. Ik kom misschien zelfs in het dorpskrantje. Wauw! Dat is een hele mooie kans voor je, Caillou. We zijn allemaal heel erg blij voor je. En? Wat ga je tekenen? Misschien een tuin met fruitbomen en met groentes. En Ted die een grote appel omhoog houdt. En een konijn. Misschien? Caillou had erg veel zin om aan zijn poster te beginnen. Hij begon met het tekenen van een paar appelbomen. Dat is niet hoe ik het wil. Zo zien ze er ook niet goed uit. Misschien ben ik toch niet zo'n goede tekenaar. Caillou begon een beetje te balen. Totdat hij de tekening van iemand anders zag. Die tekening daar is toch van jou, Leo? Uh-huh. Hij is mooi. Wil jij appelbomen voor me tekenen? Ja hoor. Dat zijn pas mooie appelbomen. Maar mijn groenten zien eruit als... platgetrapte pompoenen. Oh, het spijt me. Oh. Ik ben ook goed. Zal ik wat wortels tekenen? En een konijn? Oké. Bedankt, Clementine. Ik vind het hartstikke mooi. Nu alleen nog inkleuren. Caillou zag dat Jason heel goed was in het kleuren binnen de lijntjes. Jason, zou jij mijn poster willen inkleuren? Ja hoor, goed. Mag ik helpen? Ik ben erg goed in mensen tekenen. Mooi, dan teken jij Ted. Hoe ziet Ted er dan uit? Hij is best wel lang. Hij vindt het leuk om te lachen. En... oh ja, hij draagt een blauw shirt. Is dit oké? Hij lijkt er precies op. Er ontbreekt nog iets. Ik weet het, de zon! Caillou was heel erg trots op zijn poster. Hij is echt ontzettend mooi, Caillou. Mag ik nu mijn appels hebben? Ik weet zeker dat Ted ze snel komt brengen. Caillou, ik vind je poster erg mooi. Je bent een echte artiest. Dank u wel. En Ted zegt dat de poster van Caillou zelfs in het krantje gaat komen. Dat lijkt me heel erg spannend. Klinkt dat niet geweldig, Leo? Ja, ik denk het wel. Moet je die bomen eens zien, Leo? En dat schattige konijntje. Knap, hoor. Caillou vond het fijn dat mensen zulke mooie dingen zeiden over zijn poster. Maar sommige dingen waren door zijn vriendje gemaakt. Alsjeblieft, Caillou. Een grote zak appels voor je fantastische poster. Je hebt het verdiend. Oh, dankjewel, Ted. Misschien kan je morgen weer even langskomen met je moeder, zodat ik een foto van jou en je meesterwerk kan maken voor het krantje, oké? Oké. Waarom heb je niets tegen hem gezegd? Ik heb je geholpen met die poster. En Clementine, en Jason, en Jeffrey. Ik weet het, maar het moest eigenlijk mijn poster zijn. Is er iets aan de hand, Caillou? Ja, het gaat om de poster. Ik heb hem niet in mijn eentje gemaakt. Oh, ik snap het al. Heeft Leo je soms geholpen? Uh-huh. Maar de zon was van mij. De bomen waren van Leo. En het konijntje van Clementine. En de anderen hebben ook geholpen. Dus jullie hebben er allemaal aan gewerkt, als een team? Ja, ik ga het morgen wel aan Ted vertellen. Want iedereen moet weten dat we hem samen hebben gemaakt. En ik weet al hoe. Daar gaat-ie. Lach maar naar het vogeltje. Zeg, appelmoes. Appelmoes.
Bedankt dat we ook op de foto mochten, Caillou. We hebben allemaal aan de poster gewerkt, dus we mogen allemaal op de foto. Wat te gek dat we in het krantje gaan komen. Cool! Ze zijn echt heerlijk. Goed, laten we nog één foto maken. Vandaag had Caillou een nieuw spreekwoord geleerd. Ere wie ere toekomt. En samen op de foto gaan met zijn vriendjes voelde fantastisch. Het speelhuisfeestje. Het was vandaag een bijzondere dag bij Caillou thuis. Papa was een nieuw speelhuisje aan het bouwen voor Caillou en Rosie en het was bijna af. Hier, wat limonade, papa. Phew. Oh, lekker, jongens. Mag ik je helpen? Dat doe je ook. Met limonade brengen help je me al. Trouwens, jij gaat het huis toch versieren? Hoi, Caillou. Wauw, hij lijkt wel bijna af. Hij is ook bijna af. Caillou hoeft hem alleen nog maar in te richten. Ik mag zelf bedenken hoe ik hem ga schilderen. En ik mag er meubels in zetten. Wil je gordijnen erin? Je mag vast mijn oude wil hebben. Zal ik helpen schilderen? Ik heb thuis mijn eigen kwasten liggen. Oké. Joepie, ik ga mijn kwasten halen en de gordijnen. Dit gaat echt te gek worden. En het was ook te gek. Caillou en Sarah werkten heel hard aan het speelhuisje. Ze maakten het schoon. Ze schilderden een tuin op de zijmuur. Ze hingen zelfs de gordijnen van Sarah op, met behulp van een oude gordijnstang van papa. Toen bedacht Sarah nog iets voor het speelhuisje. Het is een telefoon. Ik heb hem zelf gemaakt, met mijn mam. Maar werkt hij dan ook echt? Zolang je de draad gespannen houdt. Oh, laten we dat doen. Ik ga in het huisje staan en dan kan jij me bellen. Ja, natuurlijk. Dat was te gek. We laten iedereen bellen voordat ze binnenkomen. Oké, maar wie is iedereen? Oh, dat komt wel goed. Kom mee. Roosje gaat het doen. Mama! Mama, mogen we Clementine en Leo uitnodigen voor een feestje? Ja, dat klinkt heel erg leuk. Maar dan moet je Rosie ook uitnodigen. Feestje! Joepie! Laten we het dan op zaterdag doen. Misschien kan papa je wel helpen om muffins te maken. Yummy! Ik vind muffins hartstikke lekker. Bedankt, mama. Was dat iets te veel? Nee, dat was precies genoeg. Hallo? Hoi, Sarah. Oh, dat is jammer, zeg. Eén ogenblikje, dan geef ik je Caillou. Sarah wil je iets vertellen. Hoi, Sarah. Hoi, Caillou. Ik ben ontzettend verkouden. Mijn mam wil niet dat ik naar je toe ga zolang ik ziek ben. Anders steek ik je misschien wel aan. Oh, nee. Ja. Wel jammer van ons speelhuisfeestje. Inderdaad, we zullen je erg missen. Bedoel je dat het feestje doorgaat? Tuurlijk, ik ben niet ziek en we zijn al muffins aan het maken. Oh, goed, je gaat je hakbaar.
veel plezier, Dalbaar. Bedankt, Sarah. Dag. Wat zei Sarah over het feestje? Ze zei veel plezier. Echt waar? Dat is lief van haar. Je zou het feestje kunnen uitstellen totdat ze beter is, maar als zij het niet erg vindt... Maar dat wist Caillou niet zeker. Vond Sarah het echt niet erg? Tring, tring. Hoi, hier is Clementine. Hoi, kom binnen. Wat een leuke telefoon. Bedankt. Die hebben Sarah en ik gemaakt. Ik vind de tuin heel mooi. Leuk, hè? Die heb ik samen met Sarah geschilderd. Sarah heeft wel veel geholpen. Hoe komt het dat ze er niet is? Ze is verkouden, maar ze wilde wel heel graag komen. Hallo, we komen eten brengen. Alsjeblieft, boterhammen, fruit en... muffins met bosbessen. Ik ben gek op muffins met bosbessen. Net zoals Sarah. Is alles wel in orde? Ik wou dat Sarah hier was. Misschien is ze al wel weer beter. Nee, dat denk ik niet, lieverd. Misschien had ik het feestje moeten uitstellen, totdat Sarah beter was. Maar zal ik anders wat muffins naar Sarah toebrengen? Ja, graag. Mama, kun je ook iets anders naar haar toebrengen? Dankjewel. Misschien straks. Goedemiddag, Sarah. Caillou wilde deze aan je geven. Dank u wel. En kijk, hij heeft ook nog iets anders voor je. Jullie ook. Bedankt voor de muffins. Graag gedaan. Het is maar goed dat we zoveel extra draad in huis hadden liggen. Hey, als je beter bent, mag ik dan misschien ook zo'n telefoon? En ik ook? Natuurlijk. Sarah was een heel lief vriendinnetje. En Caillou was blij dat hij haar dat had laten weten. Zelfs al moest hij haar dat vertellen via een blikjestelefoon. Caillou helpt mevrouw Howard. Gilbert! Wat ben je aan het doen, papa? Ik bouw een scheepje in een fles. Mag ik helpen? Boep! Oh, sorry, Caillou. Ik weet dat je graag helpt, maar dit is een heel lastig werkje. Je mag wel kijken. Oh. Misschien kun je iemand anders een handje gaan helpen. Mama of Rosie? Oké, papa. Oeps. Wat ben je aan het doen? Puzzelen. Mag ik helpen? Nee. Oh. Dag. Zorg goed voor uzelf, mevrouw Howard. Mevrouw Howard. Mama. Mama, wat is er met mevrouw Howard? Ze heeft haar enkel verstuikt toen ze ging wandelen. Het is niets ernstigs hoor. Ze moet het gewoon een tijdje rustig aandoen. Caillou kreeg opeens een geweldig idee. Ik kan mevrouw Howard wel helpen. Oh, dat is heel erg lief van je, Caillou. Maar... misschien kan ik wel een paar klusjes voor haar doen. Nou, misschien kan mevrouw Howard inderdaad wel wat hulp gebruiken. Zullen we haar even bellen om het te vragen? Oké. Hallo, mevrouw Howard. Caillou en ik vroegen ons af of het goed is als we eventjes langskomen. Oh,
Nou, wat fijn. Tot zo dan. Caillou vond het heel erg fijn dat hij mevrouw Howard een handje mocht komen helpen. Ik kom eraan. Hey, hallo zeg. En waar kan ik je vandaag eens mee helpen, Caillou? Ik wil u juist helpen, mevrouw Howard, met klusjes. Lijkt het u een goed idee als Caillou komt helpen? Natuurlijk. Wat ontzettend lief van jou dat je wilt helpen, Caillou. Kom maar binnen. Nou, dan ga ik er maar vandoor. Dag, Caillou. Dag, mama. Oké. Nou, even denken. Je kunt de plantjes wel water geven, Caillou. Ja! Wow. Oepsie. Heel erg oeps. Lukt het een beetje, Caillou? Ik heb een beetje geknoeid, mevrouw Howard. Oh, dat geeft niks hoor. Ik ga wel eventjes een mop halen. Kijk uit dat je niet uitglijdt. Oh jee. Alsjeblieft, plantjes. Drink maar. En wat mag ik nu doen, mevrouw Howard? Nou, je mag de boel wel afstoffen als je wilt. Oké. Okay. Er ligt een plumeau in het gootsteenkastje. Ik pak hem wel even. Nee hoor, ik pak hem wel voor u. Oh, die Caillou toch. Wat een lieve jongen. Caillou vond het heel fijn dat hij mevrouw Howard al zo goed kon helpen. Oh, dat is beter. Dag, dag, Stof. Oeps. Oh, sorry, mevrouw Howard. Dat geeft niks, Caillou. Hij zal vast niet kapot zijn. Ik wilde toch al een nieuwe lampenkap kopen. Caillou had de lampenkap natuurlijk niet expres kapot gemaakt. Maar hij voelde zich ineens niet meer zo'n goede hulp in huis. Weet je waar je me heel erg mee zou helpen, Caillou? Nou? Het zou super zijn als je de post zou willen ophalen uit de brievenbus. Dat kan ik wel. Gaat het goed, Caillou? Met mij wel, maar de post is gevallen, mevrouw Howard. Caillou voelde zich vreselijk. Hij dacht dat hij helemaal niets meer goed kon doen. Geef niks, Caillou. Het is maar modder. Zulke dingen gebeuren nou eenmaal. Nou, kom maar gauw naar binnen, dan maken we alles schoon. Zo. Beter? Beter. Alleen wou ik dat ik een beter hulpje was. Caillou, wat zeg je nou? Je bent een geweldige hulp. Echt? Ik heb water geknoeid en de lamp omgegooid en ik heb de post vies gemaakt. Ongelukjes gebeuren nou eenmaal, Caillou. Kijk maar naar mij. Geloof me, je hebt me fantastisch geholpen. Caillou geloofde dat niet helemaal. Dan. Het is gewoon fijn om gezelschap te hebben en samen met jou te kunnen lachen. Meer heb ik niet nodig. Echt waar? Echt waar. Ik vind het ook fijn om bij u te zijn, mevrouw Howard. Nou, wil je dan vanmiddag nog even hier blijven? Om een potje met me te kaarten misschien? Ja, ik kan heel goed kaarten. Fijn. Oh! Dat scheelde maar weinig, hè? Oeh! Oepsie. Die dag leerde Caillou dat je iemand het beste kunt helpen door er gewoon voor die persoon te zijn.
De hardloopwedstrijd. Hou vol, papa. Je kunt het wel. 99. 100. Oh. Wauw, 100 sit-ups. Je bent prima in vorm voor de wedstrijd dit weekend. En ik ook. Caillou kon haast niet wachten. Papa en hij gingen samen meedoen aan een hardloopwedstrijd voor het goede doel. We gaan ze eens een lekker poepie laten ruiken, of niet soms, jongen? Yep, en de winnaar krijgt vast een lintje. Ben je klaar voor een oefenrondje? Ja! Kijk, daar zijn Leo en zijn mama. Hoi, Leo. Hoi, Caillou. Volgens mij hadden wij hetzelfde plannetje vandaag. Lekker even joggen. Ja, wij gaan meedoen aan de hardloopwedstrijd dit weekend. Hey, wij ook. Denk je dat de winnaar een lintje krijgt? Weet ik niet. Maar als dat zo is, dan winnen wij hem zeker. Wij zijn supersnel. Papa en ik zijn ook snel. Toch, papa? Ik denk dat wij winnen. Zo'n hardloopwedstrijd is het niet, Caillou. Want weet je, als je rent voor het goede doel, dan wint iedereen. Wie is dan het goede doel? Het is geen wie, het is een wat. Een goed doel is geld inzamelen voor anderen. Elke loper betaalt om mee te doen aan de wedstrijd. En al het geld gaat naar het ziekenhuis. Oh, nou, ik wil nog steeds een lintje winnen. Kom op, papa. Doe je nog even wat push-ups? Nog meer? Oh, sorry, Caillou. Ik heb wel even genoeg getraind voor vandaag. Ik ga nu lekker douchen. Oh! Papa! Mijn enkel! Oh, nee zeg. Gaat het wel? Ja, even kijken of ik erop kan staan. Au! Au! Ik heb mijn enkel verstuikt. Caillou vond het erg dat papa zijn enkel verstuikt had. Maar het enige waaraan hij dacht was... En de hardloopwedstrijd dan? Oh. Heb je pijn? Ja, dat klopt, Rosie. Papa heeft zich pijn gedaan. Maar het komt wel goed. Ik heb net dokter Jackson gebeld van het ziekenhuis. We kunnen meteen terecht. Opa komt straks even oppassen en dan kunnen wij gaan. Papa, ik hoop dat je enkel snel beter wordt. Oh, dank je wel, jongen. Misschien dit weekend al, zodat we mee kunnen doen aan de wedstrijd? Oh, lieverd. Ik denk dat papa daar op dit moment helemaal niet mee bezig is. Oh, ja. Sorry, papa. Caillou wachtte ongeduldig tot papa en mama weer terugkwamen uit het ziekenhuis. Jan Huigen in de... Toon! Met uw potje om! Huigen! Hé, hey, Toon! Toon kapot! We zijn er weer! Ik heb slecht nieuws. Papa's enkel is verstuikt. Doet u pijn? Maar de hardloopwedstrijd dan? Ik snap dat je teleurgesteld bent, Caillou. Maar ik kan amper lopen. Laat staan, rennen. Je zult het een paar weekjes rustig aan moeten doen, zoon. Pap, misschien kan jij meedoen aan de wedstrijd met Caillou. Oh, dat klinkt heel goed. Zolang het maar niet vandaag is. Ik ben doodop. Maar papa, opa kan niet snel rennen. Ik heb hem helemaal nog nooit zien rennen. Hoe kunnen we dan winnen? Het gaat ook niet om winnen, Caillou. Trouwens, misschien verrast opa je nog wel. Caillou had er zin in. De dag van de wedstrijd was aangebroken. Alle lopers maakten zich klaar voor de race. Iedereen, behalve opa dan. Ik heb je neus. Hoi, Caillou. Ben je klaar om te strijden om dat lintje? Ja. Succes, Leo. Nou, veel plezier samen. We zien jullie zo bij de finish. Zo, ben je klaar voor de wedstrijd? Ja, ik denk het wel. Als ik weer terug ben, ga ik je neus pakken. Pas maar op. Caillou, wacht
mij! Wat hebben we het leuk samen, hè? Ja, leuk. Sneller, mam! Opa, u moet wel een beetje doorlopen. Voor wie klappen ze nou? Voor ons. Waarom? We gaan toch niet winnen. Winnen? Het gaat toch niet om winnen? We rennen voor het goede doel. Het goede doel, weet ik, om mensen te helpen. Dat klopt. We zamelen geld in voor hetzelfde ziekenhuis als waar papa heen ging met zijn verstuikte enkel. Echt waar? Dus met deze hardloopwedstrijd helpen we mensen? Zoals papa? Jazeker. Zullen we nu dan maar ons beste beentje voorzetten? Oké. Hallo. Kom mee. Hey, Caillou. Hier zo. En wat was het leuk, hè? De mensen gingen juichen en er werden foto's gemaakt. We hebben zelfs een ijsje gekregen. Heb je een ijsje gekregen? Boef komt. Een lintje? Ja, we krijgen er allemaal een. Oh ja, want als je voor het goede doel rent, dan wint iedereen. Toch, opa? Ja, Caillou. Kom mee. Die dag was Caillou erg trots op zichzelf. Hij had het erg leuk gehad en ook nog eens iets goeds gedaan voor een ander. Het nieuwe meisje. Dit wordt het leukste schoolreisje aller tijden. Vandaag ging Caillou naar een van zijn favoriete plekken. Het Dinosaurusmuseum. Leo en ik gaan alles samen doen. En we weten al precies wat we willen. Eerst mag ik bij het raam zitten in de bus en dan Leo op de terugweg. Dan gaan we kijken wie de meeste dino-namen kent. En dan doen we een wedstrijdje wie de beste dino-brul heeft. Dit wordt echt het leukste schoolreisje aller tijden. Ik stop een extra doosje rozijnen bij je lunch. Maar het is verboden om ze aan de dino's te voeren. Dino's eten geen rozijntjes, mama. Ze eten planten en andere dino's. Veel plezier. Weet je nog, ik mag op de heenweg bij het raampje zitten, hè, Leo? En ik dan op de terugweg. En wacht maar af. Ik ga die dino-brulwedstrijd winnen. Want ik ben al 2 dagen aan het oefenen. Ja, nou, ik oefen toevallig al de hele week. Dit wordt het leukste schoolreisje aller tijden. Oké, jongens. Ik wil jullie graag voorstellen aan Leila. Dit is Leila's eerste dag op school. Leila kent nog niemand in deze klas, dus zoek ik een maatje voor haar voor het schoolreisje vandaag. Caillou, jij kan wel Leila's maatje zijn. Maar dan zijn wij vandaag geen maatjes, Caillou. Oké, weten jullie de regels nog? Maatjes houden handen vast. En blijven de hele tijd bij elkaar. En iedereen blijft netjes in de rij staan, zodat er niemand verdwaalt. Yeah! Oh, ik wil als eerste in de bus zitten, hoor. Maar ik mocht eigenlijk na
naast het raampje zitten. Caillou wilde liever naast zijn vriendje Leo zitten. Hij dacht dat Leila vast ook liever naast een vriendje wilde zitten. Maar zij had nog helemaal geen vriendjes op school. Want ze was net nieuw. Caillou wist nog goed hoe hij zich voelde op zijn eerste schooldag. Toen was hij net nieuw. Op mijn eerste schooldag wilde ik naar huis toe omdat ik nog niemand kende. Maar toen zei Leo dat hij mijn vriendje wilde zijn. En toen kwam alles weer goed. Toen was mijn eerste schooldag ineens heel leuk. Ik wil jouw vriendje wel zijn, Leila. Toen Caillou de dino's in het museum zag, wilde hij het liefste samen met Leo zijn. Zodat ze konden kijken wie er de meeste dino-namen wist. Leo en ik kennen alle dino-namen uit ons hoofd. Oh! Dit is een brontosaurus. Wauw! En dit is een T-Rex. En die ene daar met die stekels op zijn rug, dat is een stegosaurus. Caillou vond het knap dat Leila de dino-namen ook wist. Hij vroeg zich af of ze ook kon brullen als een dino, net als hij en Leo. Ik denk dat de T-Rex ongeveer zo klonk. Wauw, misschien. Maar ik denk dat hij meer een beetje zo klonk. Ah. Wauw, die grom was nog beter dan die van mij. Krijs, krijs. Krijs, 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 krijs. En die was toch beter dan de mijne. Krijs! Leila, raad eens welke dinosaurus ik ben. Een gillosaurus. Jij bent grappig. Nu moet je raden wat ik ben. Een snurkosaurus. Nu ben je een hikkosaurus. Alle dino's verzamelen. Een gaposaurus. Ik zat vanmorgen bij het raampje. Nu mag jij daar zitten, Caillou. Dankjewel. Gaposaurus, graag gedaan. Terwijl Caillou wachtte tot zijn mama hem op kwam halen, vertelde hij wat hij allemaal had geleerd in het museum. Oké, raad eens wat ik ben. Een snurkosaurus. Dat is een goede dino-grap, Caillou. Die had Leila bedacht. En Leila, wat vond je van je eerste schooldag vandaag? Het was super, super leuk. Het was niet de leukste schoolreis aller tijden, maar het was toch wel heel erg leuk. Want nu heb ik er een nieuw vriendinnetje bij. Ja, Leila is grappig. Het was echt een leuk schoolreisje. Caillou had ervoor gezorgd dat Leila zich heel erg welkom voelde op de peuterschool. Het geleende boek. Ik heb felgekleurde strepen en kijk eens waar ik woon. Mijn huis ligt onder water en heet een anemoon. Weten jullie misschien hoe deze vis heet? Ik weet het! Het is een clownsvis. Ja, hoe wist je dat? Ik
heb er eentje in het echt gezien in de dierentuin. Echt waar? Jij boft maar. Nou, ons boek over zeedieren is uit. Vonden jullie het mooi? Ja. 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 Ik ook. Maar weten jullie hoe laat het is? Buitenspeeltijd! Jep, dus trek je jas maar aan. Ja, ik ga naar buiten. Juf Martin, mag ik dat boek meenemen en aan papa laten zien? Mag het? Het spijt me, maar ik leen eigenlijk geen boeken uit van de schoolbibliotheek. Ik wil niet dat ze zoek raken. Ik ben heel voorzichtig. Dan neem ik hem morgen weer mee terug. Beloofd. Alsjeblieft, juf Martin. Oké. Afgesproken. Ja, bedankt, juf Martin. Caillou wist dat hij goed op het boek moest passen. Dus wilde hij het meteen heel voorzichtig in zijn rugzak stoppen. Maar onderweg werd Caillou een beetje afgeleid. Hey Caillou, de schommels zijn nog niet bezet. Kom je mee schommelen? Oké. Welkom bij chez papa, monsieur en mademoiselle. En voor het diner vandaag serveren wij verse groenten en poulet. Mwah. Yummy. Zo, hoe was het op school vandaag, Caillou? Het was leuk. Juf Martin las een boek voor over zeedieren. En ik mocht het zelfs mee naar huis nemen. Dat mag haast nooit, hoor, een boek van school lenen. Wat leuk voor je, lieverd. Uh-huh. Dan vindt de juf jou zeker heel verantwoordelijk. Ja. Wat is verantwoordelijk? Dat betekent dat ze weet dat je goed op zult passen. Oh, fijn. Nou, dat boek wil ik wel eens zien. Zullen we hem samen lezen na het eten? Oké. Het boek is weg. Oh, dank u, prinses Boterfloot. Ik lust nog wel een drupje. Yummy. Papa, mijn boek is weg. Het zit niet in mijn rugzak. Je boek? Dat je geleend had? Oh, nou, geen paniek. Ik help je wel even zoeken. Wat stond er op de voorkant? Een octopus. Ogebus? Was je een ogebus? Echt waar? Waar? Ogebus? Oh, die bedoel ik niet. Dat is toch geen boek? Misschien moeten we het even aan mama vragen. Mama, heb jij iets uit mijn rugzak gepakt? Oh, ja, zeker. En ik heb hem op de koelkast geplakt. Je bent al echt een kunstenaar, Caillou. Oh, dat is mijn tekening, niet mijn boek. Misschien is hij uit je rugzak gevallen. Of misschien heeft Gilbert hem wel. Hij houdt van vis. Gilbert houdt van vis in een etensbakje, niet in een boek. Oh, sorry Gilbert. We hebben overal gezocht. Ach, het komt wel tevoorschijn. Uiteindelijk. Maar ik moest het morgen weer mee naar school nemen. Oh. Caillou voelde zich vreselijk. Hij wilde juffrouw Martin niet teleurstellen. Ik had beloofd dat ik er goed op zou passen. Weet je, verantwoordelijk zijn betekent ook dat als er iets misgaat, je probeert dat weer op te lossen. Oplossen? Hoe dan? Nou, kun je iets bedenken dat je zou kunnen doen voor juf Martin om het weer goed te maken met haar in de klas? Misschien wel. Goedemorgen. Goedemorgen, juf Martin. Caillou heeft je iets te vertellen. Het spijt me. Ik ben het boek kwijtgeraakt. We hebben echt overal gezocht, maar we konden hem nergens vinden. Maar ik heb een nieuw boek voor u gemaakt. Ik weet dat het niet hetzelfde is, maar ik wist niks anders. Oh, kijk eens aan. Dat
Dat is lief van jou, zeg. Daar heb je zeker wel heel hard aan gewerkt. Ja. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Daar is het boek. Hoe komt u daar nou aan? Ik heb hem gisteren gevonden buiten bij de schommels. Bij de schommels? Oh. Ik denk dat je vergeten bent om hem in je rugzak te doen. Ik dacht dat ik hem erin had gedaan. Oh, nu mag ik zeker nooit meer een boek lenen uit de schoolbibliotheek. Maak je geen zorgen. Weet je, na gisteren weet ik zeker dat je extra voorzichtig zult zijn. Dus ik mag hem nog steeds van u lenen? Jippie, dank u wel. Ik neem hem morgen weer mee terug. Echt dubbel beloofd. Dat geloof ik meteen. En weet je wat? Nu is er meteen een plekje voor jouw boek. Zo. En, hoe voelt dat nou, je eigen boek in onze schoolbibliotheek? Leuk, maar mogen andere kinderen hem dan mee naar huis nemen? Alleen als jij dat ook goed vindt. Wat vind je? Goed, maar alleen als ze super verantwoordelijk zijn. En vanaf die dag voelde Caillou zich heel erg verantwoordelijk voor de boeken van school. De reparatie van meneer Skelet. De schooldag was bijna voorbij. En Caillou was heel erg blij, want zijn beste vriendje Leo kwam vandaag bij hem logeren. Dan doen we tikkertje en verstoppertje. Oh, en ik heb ook net een nieuwe voetbal gekregen. Juffrouw Martin, wat zit er in die doos? Oh. Weten jullie wat dit is? Een mannetje van botten. Die botten hebben we allemaal, Leo. Je kunt ze alleen niet zien omdat ze onder onze huid zitten. Dat heet een skelet, hè? Dat klopt, Caillou. Dit is een geraamte en zijn naam is meneer Skelet. Ik wil niet bot zijn. Morgen gaat hij ons van alles leren over botten, jongens. Maar nu gaan we lekker naar huis. Kom mee, Leo. Ik kom! Ik weet niet waar Leo is gebleven. Schiet eens op, Leo! Wat is er? Niks. Zullen we gaan? Caillou wist zeker dat er iets aan de hand was met zijn vriendje. Hij wist alleen niet wat er was. Zullen we voetballen? Leo, wat is er? Zeg het nou! Meneer Skelet! Wat is er gebeurd? Sst, we gaan naar je kamer. Nee! Ik wilde hem laten lopen en toen brak zijn voetje af. En toen viel zijn been eraf en toen viel hij van het bureau en toen was hij helemaal kapot. Was juf Martin boos? Die heeft het niet gezien. Ik heb niks gezegd. Wow. En wat ga je nu doen? Ik weet het niet. Misschien kunnen we hem wel maken. Papa en mama helpen wel. Nee, niet zeggen. We maken hem zelf wel. Niks zeggen, beloofd. Oké, dat beloof ik. Maar we hebben wel lijm nodig. Hoi, Caillou. Zijn Leo en jij iets aan het maken? Kan ik helpen? Nee, we hebben geen hulp nodig. Caillou en Leo deden erg hun best om meneer Skelet weer te repareren. Klaar! Hij ziet er niet zo best uit. Jawel, hij is goed zo. Mm.
De lijm blijft niet plakken. En we hebben nog een paar bordjes over. Wat moeten we nou doen? Jongens, het eten is bijna klaar. Mag ik binnenkomen? Mag mijn papa ons helpen? Oké. Wat hebben jullie daar? Dat is voor school. Meneer Skelet. Hij is kapot en we proberen hem te maken. Wil je ons helpen? Laten we eerst gaan eten en daarna zetten we meneer Skelet wel weer in elkaar. Eerst doen we meneer Skelet even in bad. Waarom? De lijm moet er namelijk af. We hebben geen lijm nodig, want de bordjes klikken aan elkaar. Zie je? Oh! We beginnen bovenaan. Willen jullie samen de rest doen? Dat hebben we al geprobeerd, maar daar klopt helemaal niks van. Je moet gewoon goed naar jezelf kijken om te weten welk bordje waar hoort. Het hoofd zit boven. Dat klopt. En dan? Zijn nek. Maar dat stukje konden we net niet vinden. De nek is het bovenste stukje hiervan. Dit is zijn ruggengraat. Oh, ik dacht dat het zijn been was. Je schedel zit vast aan je ruggengraat. Je ruggengraat zit vast aan je heupbot. Ruggengraat. Heupen. En zo fixen wij meneer Skelet. Kijk eens aan, meneer Skelet is weer zo goed als nieuw. Dat hebben jullie knap gedaan. En nu weten we waar onze botten zitten. Je zou echt zo wiebelig zijn als je geen botten had. De volgende ochtend droegen Leo en Caillou meneer Skelet naar school. Heel erg voorzichtig. Nu hoeven we hem alleen nog maar stiekem terug te zetten op haar bureau. En dan komt ze er niet achter. Ze weet vast al dat hij weg is, hoor. Wat nou als ze vraagt waar hij was? Ik wil niet liegen tegen juf Martin. Ja, ik ook niet. Misschien moet je zeggen wat er is gebeurd. Ze wordt vast niet boos op je. Ik hoop het niet. Oké, ik zal het zeggen. Juf Martin, gisteren heb ik meneer Skelet per ongeluk kapot gemaakt. Maar toen nam ik hem mee naar Caillou thuis en hebben we hem weer gemaakt. Het spijt me heel erg. Wat fijn dat je dat eerlijk zegt, Leo. Dank je. Maar de volgende keer als er iets is, dan kom je naar me toe en dan vinden we samen een oplossing, oké? Oké. Jullie hebben meneer Skelet keurig weer in elkaar gezet. Maar toen meneer Skelet uit elkaar lag, was hij niet echt kapot. Kijk, de bordjes horen los te zitten. Het is net een grote legpuzzel. Je haalt hem uit elkaar en zet hem weer in elkaar. Zo leren we waar al onze botten zitten. Dus hij hoort uit elkaar te vallen? Oh. Willen jullie misschien aan de kinderen laten zien hoe meneer Skelet in elkaar zit? Ja! Met een klein beetje hulp van Caillou en meneer Skelet had Leo geleerd dat je het toe moet geven als je iets verkeerds gedaan hebt. Caillou-doos! Oh nee, we zitten gevangen in een buitenaards ruimteschip. Kijk! Daar kunnen we eruit. De melkwegbaan. We moeten ontsnappen. 1, 2, 3. Woehoe! Het is gelukt. We zijn ontsnapt uit het ruimteschip. Caillou vond het heel leuk om ruimtereiziger te spelen met zijn vriendje Leo. Twee andere vriendjes van Caillou waren iets anders leuks aan het doen. Hoi Jeffrey. Hoi Jason. Wat is er zo grappig? Het is vast heel erg leuk, want jullie moeten heel hard lachen. Wat is er? Gekke namen. Gekke namen? Ja. Clementine, kom eens. Clementine, jij bent een suffie-muffie-meid. Ik ben wat?
Een Suffy Muffy meid. De tweeling had niet in de gaten dat Clementine er niet om kon lachen. Maar Caillou wel. Ze was verdrietig. Waarom noemen jullie me zo? Dat is grappig. Kinderen, we gaan naar binnen. Dat is niet grappig. Ik vind het wel grappig. Maar ik ben geen Suffy Muffy meid. Weet ik, maar dat vind ik toch ook niet? Maar waarom heb je niks gezegd? Je was toch mijn vriendje? Ben ik ook, maar ik wist niet wat ik moest doen. Nou, ik weet wel wat ik ga doen. Ik ga niks meer tegen ze zeggen. Caillou vond dat eigenlijk best wel een goed idee. Oké, als ze je weer een Suffy Muffy meid noemen, praat ik ook niet meer met ze. Dit wordt de allerhoogste toren van de wereld. Cool, mag ik helpen? Tuurlijk. Wauw, moet je zien. Xavier is een wompie stompie hoofd. Wompie stompie hoofd, wompie stompie hoofd. Caillou merkte dat Xavier het helemaal niet leuk vond. Maar de tweeling moest weer heel hard lachen en had niks in de gaten. Kom mee, Xavier. We gaan iets anders doen. Caillou dacht dat als hij de tweeling zou negeren, ze misschien zouden ophouden. Oh. Maar de tweeling hield niet op. Jij bent Inkty. Ja, Inkty Emma, Inkty Emma. Commando, sta op één been. Buk en raak je tenen aan. Mara buigt de vlug, Mara buigt de vlug, Mara buigt de vlug. Wat heb jij vandaag mee, Caillou? Mijn lievelings, kippennoedelsoep. Kajoedels heeft noedels. Ja. Kajoedels noedels, kajoedels noedels. De schooldag was voorbij. En mama en Rosie stonden op Caillou te wachten. Doedels, kajoedels. Caillou zei de tweeling vandaag geen gedag. Hij was boos over al die rare namen steeds. Wat is er? Zit de deken te strak? Nee. Papa, wat zou jij doen als je vriendjes iets doen wat jij niet leuk vindt? Nou, dat ligt eraan. Als het echt goede vriendjes zijn, zou ik er denk ik wel met ze over gaan praten. Weet je, vriendjes kunnen overal over praten. Soms is het goed om iets te zeggen en te vertellen hoe je erover voelt. Dank je. Oh, papa, en dank je wel voor het luisteren. De volgende dag speelden Caillou en Leo weer ruimtereizigers. Ruimteofficier Leo, bent u klaar voor de lancering? Mogen we meedoen? Tuurlijk, spring maar in het ruimteschip. Oké. Ja. Zijn jullie klaar? 3, 2, 1, opstijgen! Naar de ruimte! Vroom! Kom, we doen een looping. Een looping, Leo? Oké. Looping, loop, Leo. 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 Ik vind dat geen leuke naam. Caillou had er nu schoon genoeg van al die gekke namen. Hij vond het hoog tijd om er iets over te zeggen. Ik vind het ook niet leuk. Jullie gekke namen zijn gewoon gek.
En daar worden wij verdrietig van. Echt waar? Ik bedoelde het niet gemeen, hoor. Ik ook niet. Wij vonden het gewoon grappig. Als iets echt grappig is, moet iedereen lachen. Leo moest niet lachen. Emma ook niet. En Clementine niet. En Xavier niet. En Mara niet. Oh, ja. Je hebt gelijk. Het spijt ons. Toch, Jeffrey? We zullen het niet meer doen. Maar we kunnen wel namen voor elkaar verzinnen. Dat mag wel, toch? Tuurlijk, als je dat wilt. Yay! Kom mee, Jessie, Wessie, Jeffrey. Zullen we gaan schommelen? Ben je klaar voor onze ruimtereis, Looping Loop Leo? Zeker weten, kajoedels! Caillou begreep nu dat gekke namen soms best leuk konden zijn, als je vriendjes was. Maar hij vond het toch fijn dat hij er iets van gezegd had. Bosbessenheuvel. Vandaag zou het een drukke dag worden in het huis van Caillou en zijn familie. Mama en papa gaven een verrassingsfeestje voor opa. Tadaa! De verjaardagstaart is klaar. Maar nu zijn er nog een miljoen andere dingen te doen. Nou, maak je maar geen zorgen over de versiering. Dat zal ik wel doen. Huh? Oeps! En ik zou de slagroom van de spatels likken, toch? Ja. En jouw andere taak is om met opa te gaan wandelen, zodat hij wat te doen heeft. Oh ja. Maar wat moet Rosie doen? Zij helpt met het inpakken van opa's verjaardagscadeau. Maar volgens mij is ze even de weg kwijt. Rosie, heel mooi. Oh, een cadeautje. Ik ben vergeten een tekening te maken voor opa. Dan zou ik maar opschieten. Ze kunnen er elk moment... Hallo daar. ...zijn. Oh, ik verstop de taart. Doe snel de strikken weg. Oma, oma. Hallo allemaal. Oh, wat worden jullie toch groot. Ja, kijk nou. Straks kan ik op jullie rugpaardje rijden. En tijger, verheug je op onze wandeling van vandaag? Ja! Jullie zullen het vast heel leuk hebben. En als jullie terugkomen, gaan we lekker rustig met z'n allen eten. Doei, doei! Doei! Zeg, Caillou, ik dacht we fietsen lekker naar de Bosbessenheuvel en lopen dan naar boven. Wat dacht je daarvan? Bosbessenheuvel? Caillou had een heel goed idee. Daar kon hij bosbessen plukken als cadeautje voor opa. Zullen we dan maar, mijn jongen. Pak je fiets en dan gaan we. Naar de Bosbessenheuvel. Ik ben hier al jaren niet meer geweest. Waar kunnen we bosbessen plukken? Nou, niet hier langs de weg, maar we vinden er misschien wel een paar langs het pad. Kom mee. Waar staan de bosbessenbomen? Nergens. Bosbessen groeien als struiken. Sst, luister. Een roodvink. Zie jij hem ergens? Het is een felrood vogeltje. Nee. Misschien kan ik hem wel dichterbij lokken. Oei, oei, oei. Probeer jij hem ook te lokken. Oei, oei, oei. Het werkt. Wauw, opa, jij kan met vogels praten. Hier zouden we best wel eens bosbessen kunnen vinden. Het is zonnig en heuvelachtig. Opa, kijk! Een witstaarthertje. Wat is ze mooi.
Waarom heten ze zo? Zijn staart is niet wit. Die witte staart laten ze pas zien als ze schrikken. Oeps. Zo dus. We hebben haar lunch verstoord. Dit zijn bosbessenstruiken. Bosbessen! Oh, ze zijn bijna allemaal op. Hij zou wel honger hebben gehad. Kom mee, Caillou. Het mooiste uitzicht hebben we verderop. Caillou deed de bosbessen vlug in zijn tas. Hij hoopte dat ze er nog meer zouden vinden. Wacht op mij! Maar hij was teleurgesteld toen ze bovenop de heuvel aankwamen en er nergens bosbessen te bekennen waren. Opa, zie jij hier ergens bosbessen of kruisbessen of andere bessen? Nee, maar moet je het uitzicht eens zien? Kijk, een luchtballon. Hallo! Ik denk niet dat ze je kunnen horen, Caillou. Maar misschien zien ze ons zwaaien. Hé, hey, hallo! Hallo! Oh, wat een heerlijke dag. Wist jij dat ik vandaag jarig ben? Ja... Wat is er, mijn jongen? Nou, ik wilde een heleboel bosbessen voor uw verjaardag plukken. Maar ik heb er maar een paar gevonden. Caillou, je hebt me al een fantastisch cadeau gegeven. Ik ben al de hele middag met mijn kleinzoon op pad. Wat kan ik me nog meer wensen? Dat is vreemd. Het licht is uit. Verrassing! Wat is er gebeurd met het rustige familieetentje? Ik dacht dat dit misschien leuker was. Dat heb je goed gedacht. Fijn dat je met opa op stap bent gegaan. Hebben jullie het leuk gehad? Ja, maar ik heb niet zoveel bosbessen gevonden. Nou, volgens mij zijn dat er precies genoeg. Maar waarvoor zijn die dan? Het is een citroentaart met bosbessen erop. Mijn lievelingstaart. Kom hier, Caillou. En jij ook, Rosie. Help maar even de kaarsjes uitblazen. 1, 2, 3. Vandaag had Caillou geleerd dat tijd doorbrengen met iemand van wie je houdt het mooiste cadeau is dat er bestaat. Huisdier. Kijk hem eens gaan. Wat doet hij toch? Hij is lekker aan het rennen. Zelfs hamsters hebben beweging nodig. En wie wil Hamish graag voeren? Oh, ik! Ah! Oké, Caillou. Dan mag jij Hamish voeren. Maar niet te veel. Caillou lette goed op dat hij Hamish niet te veel gaf. Volgens mij moet hij ook water. Dat klopt. Goed gezien, Caillou. Jij zorgt heel erg goed voor ons klassenhuisdier. Dank u, juf Martin. Zou je misschien het hele weekend voor Hamish willen zorgen? Echt waar? Mag dat? Waarom mag ik niet voor Hamish zorgen? Ik hou ook van hamsters. Ik ook. Ik zorg heel goed voor huisdieren. Luister jongens, ik heb met al jullie ouders gepraat en jullie mogen om de beurt een weekend voor Hamish zorgen. Echt waar? En dit weekend is Caillou aan de beurt. Caillou kon bijna niet wachten. We laten Hamish hier eerst even staan, tot we een goed plekje hebben gevonden. Hij mag wel bij mij op de kamer. Ik weet niet of dat zo'n goed idee is, Caillou. Hamsters zijn 's nachts wakker.
dan zou hij je wakker kunnen houden. Maakt niet uit. Muisje. Nee, dit is Hamish. Hij is een hamster. Ons klassenhuisdier. Muisje lief. Nee, Rosie. Het is een hamster. Geen muis. Rosie, muisje voeren? Nee, hij heeft al eten gekregen. En het is een muis, geen hamster. Ik bedoel een hamster en geen muis. Muisje wil kaas? Nee, muisje houdt niet van kaas. Volgens mij wil er nog iemand naar Hamish kijken. Papa, mama en Rosie hadden Hamish al gezien. Caillou kon verder niemand verzinnen. Oh, Gilbert! Gilbert? Gilbert vindt muisje niet lief. Nee, ik denk dat hij gewoon nog even aan Hamish moet wennen. Als we Gilbert gewoon goed in de gaten houden en veel aandacht geven, komt alles prima in orde. Maar Caillou vond het moeilijk om Gilbert aandacht te geven met zo'n schattig klein hamstertje in huis. Zo, hoe vind je het hier, Hamish? Hier heb je mooi uitzicht op een speelgoed. En je hebt je wiel en je eten en je waterflesje. Hij was veel te druk en had niet in de gaten dat Gilbert heel graag wilde spelen. Kijk eens, Hamish. Paschetti, yummy. Lekker hoor. Oh, dank je. Oh, ik moet Hamish nog voeren. Mag ik van tafel? Maar wel meteen terugkomen, hè? Oké. Caillou rende zo hard door de keuken dat hij niet doorhad dat hij Gilbert's bakje omschopte. 'S Avonds was Gilbert vergeten dat zijn eten was weggerold. Kijk nou, een speelgoedmuis. Daar wil Hamish vast wel mee spelen. Kijk eens, Hamish. Hier heb je een leuk muisje. Je bent al helemaal klaar om te gaan slapen. Oh, en je zou het waterbakje van Gilbert nog bijvullen. Oké, mama. Ik doe het meteen. Haha, ik wist dat je hem leuk zou vinden. Ik ben een muisje. Zullen we vriendjes worden? Al gauw was Caillou Gilbert's waterbakje helemaal vergeten. De volgende dag maakte Caillou zich een beetje zorgen. Ik zie Gilbert nergens, mama. Oh, hij loopt hier zeker ergens rond. Hoewel, nou je het zegt, ik heb hem eigenlijk ook nog niet gezien. Oh, ik ben vergeten Gilbert's waterbakje bij te vullen. Arme Gilbert. Je zorgt echt heel erg goed voor jullie klassenhuisdier, Caillou. Maar misschien moet je iets beter je best doen voor je eigen huisdier. Caillou wist dat mama gelijk had. Ja, ik moet Gilbert zien te vinden. Wow! Gilbert? Uiteindelijk vond Caillou Gilbert in zijn kamer. Hij stond pal voor de kooi van Hamish. Gilbert, nee! Laat Hamish met rust! Oh, het spijt me, Gilbert. Ik dacht dat je achter Hamish aan zat. Maar je hebt gewoon dorst. Kom maar. Dan gaan we wat water drinken. Dit is voor jou, Gilbert. Een snoepje. Het spijt me, jongen. Ik was zo druk voor Hamish aan het zorgen dat ik jou vergeten ben.
Het leek erop dat Gilbert dat niet zo erg vond. Zijn we dan nu weer vriendjes? Misschien kunnen we allemaal vriendjes zijn. En ze werden allemaal vriendjes toen Caillou erachter kwam dat hij zijn aandacht kon verdelen. In de tuin. Caillou, papa en mama hadden net een heel speciaal ontbijtje op. Het verrassingsontbijt voor de verjaardag van papa. Vond je het lekker? Nou en of. Dank je wel voor dat heerlijke ontbijtje. Jullie allemaal. Gefeliciteerd. Dank je, Rosie. Oh, ik moet er snel vandoor. Ik zou opa vandaag gaan helpen in zijn tuin. Tjoen, moet je al dat onkruid zien? Ik moet ook nodig in onze eigen tuin aan de slag. Nou, dat doen we dan maar later. Doe je wel de groetjes aan opa en oma? En nodig ze uit om deze week bij ons te komen eten. Ja! Zal ik doen. Caillou keek eens goed naar de tuin. Er stond inderdaad veel onkruid. Toen kreeg Caillou een idee. Zullen we papa nog een verjaardagsverrassing geven? Wat voor verrassing dan? Misschien kunnen we het onkruid wieden voor papa, voor die weer thuis komt. Wat een leuk idee, Caillou. Dan heeft hij de rest van het weekend lekker vrij. Rosie, helpen! Rosie, helpen! We helpen allemaal, maar eerst doen we een beetje zonnebrand op. Onkruid, ik kom je halen! Mama, waarom wieden mensen onkruid? Nou, anders groeit het door de hele tuin. En onkruid pakt voedsel en water af van de andere planten. Kunnen die dan niet meer groeien als er onkruid is? Ja, wel een beetje, maar niet zo goed als anders. Als we het onkruid wieden, krijgen de andere planten meer voedsel en water en groeien ze beter. Oh, oké. Ik krijg het onkruid heus wel. Niet zo snel, jij. Ik moet je eerst laten zien wat het onkruid is en wat niet onkruid is. Ik wil natuurlijk niet dat je mijn petunia's eruit trekt. Mama liet Caillou en Rosie zien wat het onkruid was en wat de bloemen waren. Caillou vond het allemaal heel erg interessant. En mijn kleine hulptuinmannen, zijn we er klaar voor om onkruid te wieden? Oh ja! Ja! Oh, en er is nog iets anders. Pas op, want achter in de tuin staat nog wat ambrosia. Ambrosia? Ja, dat is een plantje waar Rosie van gaat niezen. Dus als jullie twee nou hier het onkruid gaan wieden, dan doe ik het wel achter in de tuin. Oké? Oké. Ik zal goed op Rosie letten. Ze kan mij mooi helpen. Caillou vond het leuk om onkruid te wieden. Hij wist zeker dat ze het af zouden krijgen. Totdat Rosie ineens een idee kreeg. Rosie plukken! Nee, dat zijn mama's madeliefjes. Die mag je niet plukken. Dat zijn bloemen, geen onkruid. Rosie, niet plukken? Nee, je moet deze plukken. Alleen het onkruid. Nee, Rosie, niet de bloemen. We moeten dat lelijke onkruid plukken. Laat de bloemen maar met rust. Caillou dacht dat het veel sneller zou gaan zonder zijn hulpje. Kijk, Rosie, dit is allemaal onkruid. Hier mag je alles plukken wat je wilt. Kijk, doe mij maar na. Zie je wel, Rosie? In dit deel van de tuin mogen we alles plukken wat we maar... Rosie? Rosie? Rosie ging naar mama toe. En de ambrosia, waar ze van ging niezen. Nee, Rosie, kom terug! Kom maar mee, Rosie. Laten we hem in de zandbak spelen. Dat vind je leuk, toch? Zo, nu ga jij lekker in de zandbak spelen terwijl ik onkruid wiet, oké? Oké. Oh, Rosie! Je mag al deze bloemen echt niet plukken, Rosie. Wacht eens. Wil je soms buiten met je poppen en je speelgoed spelen?
Hoppa! Oké, blijf hier even staan. Ik ben zo terug met je speelgoed. Ik ga naar binnen om wat speelgoed voor Rosie te halen. Oké. En denk erom, Rosie. Geen bloemen plukken. Caillou wilde Rosie lekker bezighouden buiten. Dus had hij bedacht dat hij veel speelgoed mee moest nemen. Oh, het is gelukt. Rosie! Nee! Nee, nee, nee! We moesten onkruid plukken, niet de bloemen! Papa, verjaardag! Verjaardag? Bedoel je dat je papa bloemen wil geven voor zijn verjaardag? Verjaardag! Dat is lief, Rosie. Maar ik wil papa een tuin zonder onkruid geven, niet een tuin zonder bloemen. Rosie begreep er niets van. En Caillou was bang dat hij nooit op tijd al het onkruid uit de tuin zou krijgen. Er is nog zoveel te doen, Rosie. De bloemperken en het gras. Overal staan nog paardenbloemen. Mooi! Wat is mooi? De paardenbloemen? Dat is onkruid. Mooie bloemen! Ik weet het. Rosie, waarom pluk je niet een paar van die gele bloemen voor papa? Dat vindt hij leuk, oké? Oké! Wauw, moet je nou eens kijken. Dat hebben we voor jou gedaan. Leuke verrassing? Zeg dat wel. 2 verjaardagsverrassingen op 1 dag. Dank je wel. Caillou heeft deze verrassing voor je bedacht. En hij heeft er echt heel hard aan gewerkt. Echt waar? Wauw. Onkruidwieden in de tuin is een flinke klus. Dank je wel, Caillou. Graag gedaan. Oh, en we hebben nu nog een verjaardagsverrassing voor je. Hè, Rosie? Ja. Gefeliciteerd. Caillou was benieuwd of papa Rosie's onkruidcadeautje mooi zou vinden. Oh, wat zijn ze mooi, Rosie. Dank je wel. Het was een goed plan geweest om Rosie de paardenbloemen te laten plukken. En het was heel goed gelukt. Op een avond was het een wilde bende bij Caillou thuis. Want hij en Rosie waren heel enthousiast over alle dieren die ze in de dierentuin zouden gaan zien. Ja, ik wil de tijgers zien. Papa, ga je? Ik weet dat jullie er zin in hebben, maar het duurt echt nog even voor we naar de dierentuin gaan. Hé, luister eens. Je kan op een kameel rijden in de dierentuin. Echt waar? Dat moet te gek zijn, zeg, om bovenop de bult van een kameel te zitten. Ja, kameel! Het klonk leuk, op een kameel rijden. Maar toen Caillou een plaatje van een kameel zag, begon hij toch te twijfelen. De volgende dag op school vroeg Caillou aan Leo wat hij van kamelen vond. Hou jij van kamelen, Leo? Echt niet. Die zijn raar. Ze hebben een grote bult op hun rug. En grote, vreemde ogen. En een rare, lange nek. En ze houden niet van mensen. En ze spugen. Echt waar? Eeuw. We zijn er. De dierentuin. Wat zullen we eerst doen, jongens? Een ritje op de kameel? Nee. Ik wil eerst naar de aapjes toe. Mag dat? Aapie, aapie. Oké, aapjes van me. Kom maar. Kijk, Rosie, ik ben een aapje. We hebben nu wel lang genoeg bij de aapjes gestaan. Volgens mij wil Rosie nu ergens anders heen. Willen jullie nu een ritje op de kameel? Ja, op kameel rijden. Caillou wilde helemaal niet op een kameel rijden. Maar hij wist niet hoe hij het tegen papa en mama moest zeggen. Rosie houdt van papegaaien. Zullen we anders eerst naar de vogels gaan? Oké, Rosie? Papegaaien! Oké, kom maar mee dan.
Rosie vond het leuk om de papegaaien te zien. Maar al gauw had ze daar ook genoeg van. Gaan we? Maar je vindt de papegaaien toch leuk, Rosie? Laten we nog even blijven kijken. Wah! Wah! Kijk, ik ben een papegaai. Jij bent ook een papegaai. Nee. Doei, doei, papegaai. Kijk, jongens. De kamelen zijn hier vlakbij. Maar kijk, daar zijn zeeotters. Zeeotters zijn ook leuk, hè, Rosie? Gaan we daarheen? Ah. Oké, dan gaan we eerst naar de zeeotters en daarna naar de kamelen. Caillou deed net alsof hij de zeeotters ontzettend leuk vond. Maar na een poosje had zelfs hij het wel gezien. Gaan we, mama? Nu? Ja, Rosie. Het is nu wel tijd om te gaan. Kom mee, Caillou. Dan gaan we bij de kamelen kijken. Maar ik wil nog even bij de aapjes kijken. Mag dat? Ah, Caillou. Als je iets dwars zit, mag je het me altijd zeggen. Ik wil niet op de rug van een kameel. Ze houden niet van mensen. En ze spugen. Spugen? Ik heb altijd gehoord dat kamelen heel lief zijn. Maar je hoeft niet op een kameel te rijden als je dat niet wil. Je mag het zelf weten. Maar misschien moet je de kamelen eerst zien voor je beslist. Caillou dacht er eens diep over na. Hij moest toegeven dat hij wel een beetje nieuwsgierig was geworden naar die kamelen. Oké. Hoi, kameel. Hallo. Willen jullie op de kameel rijden? We zijn er nog niet helemaal aan toe. Caillou wil eerst nog even kijken. Dat is goed, hoor. Caillou, dit is Rudy. Hij vindt het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Wil je kennis met hem maken? Spuugt hij niet? Spugen? Nee, meestal niet. Hij is heel erg aardig. En het is een heel mooi beest. Kijk maar eens naar Rudy's poten. Hij heeft maar twee tenen. Zo is het. Kamelen hebben zulke tenen nodig om in de woestijn te lopen. Ze spreiden hun tenen zodat ze niet wegzakken. En als kamelen lopen, zetten ze met hun poten aan één kant tegelijk een stap. En dan met hun poten aan de andere kant. Zo loopt bijna geen enkel ander dier. Caillou vond kamelen steeds interessanter worden. En weet u nog meer over kamelen? Ja, wist je dat kamelen de enige dieren zijn die zo'n bult hebben? Veel mensen denken dat kamelen daar water in bewaren. Maar eigenlijk bewaren ze er vet in. Met al dat vet kunnen ze heel lang zonder eten. Soms wel 2 weken. 2 weken? Dat is wel heel erg lang. Ben ik even blij dat ik geen kameel ben. Wil je Rudy eens aaien? Ik aaien! Kameel! Hoi, Rudy. Caillou was blij dat Rudy niet naar hem spuugde. Het leek eigenlijk wel alsof Rudy het helemaal niet erg vond. En wil je helpen Rudy te voeren? Probeer het maar, Caillou. Weet je wat? We doen het samen. Rudy was heel erg lief. Caillou kon het niet geloven. En wie wil er een ritje maken op zijn rug? Ik graag. Hoi, kameel. Oké, klim er dan maar op. Oh, wauw, ik zit erop. Ik zit op een kameel. Kijk, mama. Kijk, papa. Goed zo, Caillou. Hierna gaan wij, Rosie. Op een kameel zitten is heel erg leuk. Ik vind Rudy lief. Gaan we snel nog een keertje? Ja, dat lijkt me een heel goed idee. En als Rudy loopt, stapt hij eerst met allebei zijn poten aan de ene kant en dan met allebei zijn poten aan de andere kant. En daar ga je heel erg van schommelen. Wauw! Ik kan niet wachten totdat ik ook op een kameel mag. Caillou was niet alleen over zijn angst voor kamelen heen. Hij liet de anderen ook zien hoe je zoiets moest doen. Niet te hoog voor mij.
De peuterschool was al afgelopen, maar Caillou was zich nog steeds aan het aankleden om naar huis te gaan. We moeten ons lekker warm inpakken. Zo, eindelijk. We zijn er klaar voor. Zeg juf Martin maar gedag, jongens. Doei, doei. Dag, juf Martin. Dag, jongens. Deze kant op, Rosie. Sneeuw! Rosie ook, papa! Rosie ook! Caillou vond de hoge heuvel er heel spannend uitzien. Gaan wij ook sleeën, papa? Oh. Vandaag niet. Maar morgen is het zaterdag, dan komen we terug. Jippie! Ja! Kom op, Rosie. Morgen ga ik met mijn slee van de hoge heuvel af. Die is wel heel hoog. Misschien moet je daar eerst even een nachtje over slapen. Caillou kon zijn ogen niet van de hoge heuvel afhouden. Hij wist het heel zeker. Mama, moet je horen, mama? Morgen gaan we samen met papa sleeën en dan ga ik van die hele hoge heuvel af. Nou, dat klinkt spannend, zeg. Maar is die hoge heuvel niet een beetje te hoog, Caillou? Maar niet te hoog voor mij. Zoals ik al zei, Caillou, laten we de eerste nachtje overslapen. Papa, wakker worden. Vandaag gaan we naar het park. We zijn er klaar voor. Ik heb Rosie geholpen. We konden maar één laars vinden, dus mag ze een oude van mij aan. Oude laars. Papa deed zachtjes, net als Caillou en Rosie, zodat ze mama niet wakker zouden maken. Goed gedaan hoor, Caillou. Maar ik denk dat ik wel weet waar we Rosie's andere laars kunnen vinden. Kom maar, dan gaan we eerst even ontbijten. Kom op, papa! Opschieten! Sneeuw! Nee, Rosie, niet hier. We moeten naar de hoge heuvel toe. Instappen maar. Hup, 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 hup. Ga sneller, papa. Ga sneller. Ja! Hou papa goed vast, Rosie. Die heuvel is heel hoog. Veel te hoog voor jou alleen. Maar niet te hoog voor... De heuvel was veel hoger dan Caillou gedacht had. Caillou sleeën? De heuvel was wel te hoog voor Caillou. Hij wist niet wat hij nu moest doen. Weet je, Caillou, je kan natuurlijk alleen spelen. Maar soms is het leuker om met een vriendje te spelen. In plaats van in je eentje op deze hoge heuvel te gaan spelen, is het misschien leuker om met Rosie te gaan spelen op de kleine heuvel. Wat vind je daarvan? Kan je spelen? Ja, het is veel leuker om met Rosie te spelen. Zal ik met jou van de kleine heuvel afgaan, Rosie? Jij mag voorop. Ja! Hoi, Caillou. Moet je horen. Ik ga van de hoge heuvel af. Maar hij is echt heel erg hoog, André. Hij is niet hoog voor mij. Papa, mag ik kijken hoe André van de hoge heuvel afgaat? Ah. Oké, maar doe voorzichtig. Jippie! Kom op, Caillou. Opschieten. Ik wil van de hoge... Wow. André had ook niet gedacht dat de heuvel zo hoog zou zijn. Hij is echt heel erg hoog. Te hoog voor jou?
Nee, heus niet. Hij is, alleen. Voor André was de heuvel ook te hoog. Maar dat wilde hij niet tegen Caillou zeggen. Mama! Daar ga je, Rosie. Soms is het leuker om met een vriendje te spelen. Huh? In plaats van in je eentje op de grote heuvel. Kom je anders met Rosie en mij op de kleine heuvel? Ja, laten we met z'n allen spelen. Dat is ook veel leuker. Ja! Kom op, Caillou, we gaan. Hoi, papa. Ik dacht dat André van de hoge heuvel af wilde. Volgens mij was hij een beetje bang voor de hoge heuvel. Nou, het is niet erg als je ergens bang voor bent. Maar soms is het best lastig om te zeggen dat je bang bent. Caillou wist precies wat papa bedoelde. Want hij wilde zelf liever ook niet zeggen dat hij bang was voor de hoge heuvel. Net als André. Ik heb tegen hem gezegd dat het leuker was om met ons te spelen. Dus toen hoefde hij niet te zeggen dat hij bang was. Dat was heel aardig wat je voor je vriend hebt gedaan, Caillou. Misschien gaan André en ik volgend jaar wel van de hoge heuvel. Kom op, Caillou. Geef eens een zetje, papa. Caillou had geleerd dat je best ergens bang voor mocht zijn. Hij zou heus nog wel eens van de hoge heuvel afsleeën. Ooit. De vliegende schotel van Caillou. Caillou en Leo waren astronautje aan het spelen. Heb jij toevallig een ruimterobot gezien, papa? Ruimterobot? Even denken. Ik ben een ruimtereiziger! En Leo is de ruimterobot. Hoho, ik begrijp het. Nou, ik zag de ruimterobot voor het laatst in de keuken. Hij dronk limonade met Rosie. Limonade? Laat dat voor mij over! Wow. Dit is geen limonade, Caillou. Dit is raketbrandstof. Dat drinken ruimterobots heel erg graag. Opeens zag Caillou iets vreemds. Wat krijgen we nou? Volgens mij zag ik net een vliegende schotel. Een vliegende auto? Weet je zeker dat het een vliegende schotel was? Hij was rond en plat en zilver en glimmend. Kijk, hij zag er precies zo uit. Hij was wel een beetje klein, maar het moet wel een vliegende schotel zijn geweest. Vliegende auto! Caillou, je eten wordt koud. Sorry, mama, maar ik wil de vliegende schotel niet missen voor als hij terugkomt. Het zou wel eens iets anders kunnen zijn geweest dat je hebt gezien. Wat vliegt er dan nog meer rond dat rond, plat, zilver en glimmend is, papa? Vliegende auto! Wow! Hoe zagen de Marsmannetjes eruit, Caillou? Die heb ik niet gezien. Alleen een vliegende schotel. Maar we denken dat ze groen waren en drie ogen hadden. Net zoals in onze strip. Wauw! Dat klinkt heel erg spannend, Caillou. Maar weet je, soms blijken de dingen die we zien toch heel anders te zijn. Maar wat vliegt er dan nog meer rond dat plat, rond, zilver en glimmend is? Geen idee. Het is echt een raadsel. Ik weet wat. Ik ga hem zoeken en dan neem ik hem mee naar school. Dan kan iedereen hem zien. Ja! Yeah! Wat een avontuurlijk plan, zeg Caillou. Ik hoop dat je niet te teleurgesteld zult zijn als je die vliegende schotel niet zult vinden. Dat komt wel goed hoor. Ik vind hem wel. Wacht maar af.
Caillou wilde de kleine vliegende schotel gaan vangen. Zodra de vliegende schotel terugkomt, rennen we naar buiten en dan vangen we met papa's net. Oké, Rosie? Vliegende auto! Juist. Oh, Gilbert, je zit voor mijn verrekijker. Zo zie ik die vliegende schotel natuurlijk nooit. Vliegende auto! Ja, vliegende schotel. Vliegende auto! Vliegende auto! Caillou kwam erachter dat het moeilijker was dan hij dacht om een vliegende schotel te vangen. Hij moest iets anders verzinnen. Oké, als je vliegende schotel terugkomt, mag je er een foto van proberen te maken om aan je klas te laten zien. Dankjewel, mama. Maar als hij niet meer terugkomt, is het ook goed. Want iedereen weet dat jij je best hebt gedaan. Oh, maar hij komt terug hoor, dat weet ik gewoon. En dan laat ik hem aan iedereen zien. Dank je, mama. Schotels zijn niet roze, Rosie. Ze zijn zilver, zoals die ene buiten. Kijk, Rosie. Papa, mama, Gilbert. Alleen geen vliegende schotels. Maar je hebt het wel geprobeerd. Dat is het belangrijkste, Caillou. En je hebt een paar hele grappige foto's van ons gezin gemaakt. Vooral deze van Gilbert. Ik heb er nog wel een lijstje voor. Dan kan je hem in je kamer ophangen. Caillou was teleurgesteld. Het was uiteindelijk toch geen vliegende schotel. Het was een taartvorm die uit de vuilnisbak was gewaaid. Vliegende auto! Dat is geen vliegende schotel, Rosie. Het is gewoon iets wat door de wind is meegenomen. Dankjewel, Rosie. Het heeft inderdaad hard gewaaid de laatste tijd. Waarom kijk je nou zo sip, jongen? Ik heb op school gezegd dat ik een vliegende schotel had gezien. Nu moet ik tegen ze zeggen dat het een taartvorm was. Oh, ik snap het. Weet je, Caillou, in plaats van verdrietig te zijn over wat niet gelukt is, zou je juist trots moeten zijn op wat wel gelukt is. Ik bedoel dit. Je kan geen vliegende schotel laten zien, maar je hebt wel het raadsel opgelost van wat het wel was. Een taartvorm. Dat is waar, ja. Mag ik die taartvorm alsjeblieft mee naar school nemen, papa? Vliegende auto! Wow. Hij lijkt echt op een vliegende schotel. Ja, maar het is gewoon een oude taartvorm. Dat heb ik ontdekt. Ja! Yeah! Goed gedaan, Caillou. Weet je, ik krijg opeens een heel goed idee voor een kunstproject. Hé, kijk! Leo is een marsmannetje. Een robotmarsmannetje. Ik heb dorst. Ik wil een glas raketbrandstof. Caillou had dan geen vliegende schotel gevonden, maar hij vond het wel leuk om er met zijn vriendjes eentje te maken.